denken. Je voeten verkopen voor geld? Of heb ik het verkeerd begrepen? Wat is gaande? Nou ja, dat was wel het plan. Het was wel het plan. Nee, ik heb een soort van onderzoek gedaan. Ja. De afgelopen maanden merkte ik dat er gewoon best wel veel van die... Of nou ja, best wel veel. Maar dat ik best wel vaak, ja, van die mannetjes, oudere mannen, via Instagram en DM kreeg. Dus een berichtje op Instagram met... hey girl, do you want to show your feet? Of do you want to make some feet pictures? And then I will send you some money. En wat is some money dan? Hoeveel? Nou, dat heb ik dus... En dat kreeg ik vaker. Daar stond er niet bij hoeveel ik dan zou verdienen. Maar ik zou er wel rijk mee kunnen worden. Stond er iedere keer bij. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga dit even onderzoeken. En ik was stiekem ook wel gewoon benieuwd, kan je hier echt mee, rijk mee worden? Want is het inderdaad zo dat je van je eigen foto's, van je eigen voeten foto's maakt? En dat het gewoon een business is? Ja, ik zou het heerlijk vinden. Dat je gewoon lekker een dag minder werkt en dat je gewoon iedere dag wat voeten stuurt. Ja, of gewoon helemaal niet meer werken. Maar dan moet je wel een soort van gouden voeten hebben of zo. Je kan niet met onverzorgde voeten aankomen. Nou, ik had er dus wat onderzoek naar gedaan. En ik zag dat De Linda en nog andere tijdschriften hier ook gewoon artikelen over hadden geschreven. En dat vrouwen hier dus echt serieus rijk mee zijn geworden. Echt? Dus ik dacht, ik ga dit onderzoeken. Ja, echt waar. En ben je rijk geworden? Nee, vertel. Ik heb contact. Ik heb teruggebericht naar deze man. En ik vroeg dus een beetje van, hé, maar hoe werkt dat dan? En wat verwacht je dan van mij? Zei hij, nou, ik verwacht dan iedere dag 3 foto's. In de ochtend, in de middag en de avond verwacht ik iedere dag 3 foto's van je voeten. En toen zei ik, oké, maar mijn gezicht niet erop. En ik wil dan wel dat ik anoniem blijf. Ja. En dat de foto's niet verspreid worden en bla, bla, bla. En toen zei hij, als iemand jouw voeten herkent. Ja. Nee, maar het is wel een beetje, het is ook wel weer iets ranzig, toch? Ja. En toen dacht ik, ja, als ik dan op Pornhub kom met mijn voeten. Ja, het is niet heel chill. Dit zijn de voeten van Imke. Ja. Nou ja, goed. Maar ik dacht, weet je. En ik zei, hoeveel krijg ik daar dan voor? 1000 euro per week. Nah. 1000 euro per week. Voor iedere dag 3 voetenfoto's. Nou, dat is. En als je dan een mannetje of 6 hebt. Prima. Dus ik heb de Rabobank gebeld. Om te vragen, wat zijn de risico's? Toen zeiden ze, dan moet je dat via PayPal doen. Ja. Want PayPal hoef je alleen maar je e-mailadres te sturen. Ja. Dat gedaan. Dus naar PayPal gebeld. Wat zijn mijn risico's? Toen zeiden ze ook, ja, zijn eigenlijk niet heel... Ja, er zijn altijd risico's, maar ik weet het niet zo goed. Dus ik heb naar die man gestuurd. En toen zei die man ook nog, je krijgt eerst het geld en dan de voeten. Dan de foto's. Dus, Oké, nou dat vind ik best een goede deal. Dus ik een account gemaakt op PayPal. Ja. Ik heb mijn e-mailadres gestuurd naar deze meneer. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd. Toen zei die meneer tegen mij, oké, ik ga mijn financieel adviseur, ga ik jou 1000 euro overmaken. Ja. Dus ik zat vol smart te wachten op mijn PayPal-account, maar ik zag niks binnenkomen. Daar zit een luchtje aan. Daar zit een luchtje aan. Dus ik zeg tegen die meneer, er is geen geld binnengekomen. Zegt hij, jawel, dat duurt denk ik even. Ik stuur je even een screenshot. Stond er echt een hele goede screenshot. Mijn naam, mijn account. En dus stond er inderdaad op 1000 euro overgemaakt. Oké. Dus ik zeg, nou, ik ga geen foto sturen voordat ik die 1000 euro heb echt op mijn account. Dus jij een foto gemaakt van je voeten die helemaal geblurred. Hij is er wel, maar je moet eerst geld overmaken. En toen zei hij, nee, je hebt het echt gekregen. Toen zei hij, kijk even in je mail. Ja. Nou, en toen... Toen kreeg ik echt in mijn mail helemaal zo... Ja, je zag gewoon meteen dat het helemaal nep was. Er stond dan ook echt zo in het onderwerp... Yes, girl, money. You have the money. Ja. En dan stond er als afzender PayPal. Moet je je voorstellen dat je bericht krijgt van de Rabobank? Yes, girl, je loon is gestort. Yeah, bitch. En toen zei ik tegen die meneer... Dit is gewoon niet waar. Meneertje koekenpeertje. En toen heb ik hem geblokkeerd. En toen heb ik tegen alle andere mannen ook geblokkeerd. Maar wel jammer, want ik had echt een beetje zo'n illusie. Dat ik dacht, weet je, 3 voetenfoto's per dag. En ik ben gewoon binnen. Ik bedoel, 1000 euro per week is lekker, hè? En als je, want die had je nog niet. Dan kan je gewoon 1000 euro per week gewoon sparen. Makkelijk. Precies. Nou, maar ik vind het een uitkomst. Jammer dat het niet heeft gewerkt. De meeste dromen zijn vervolgd. Nou, deze voetendromen ook. Dit is Galway Girl hier van Ed Sheeran op N7.